toch, ja, dan met je hand. Dus daar heb ik wel gewoon voor gedaan. Daarom moet het gewoon wel voor me staan. Als je het dan hebt gepoetst, dan neem ik het gelijk af. Hier wordt een kleine workshop tattoo van Henna, is dit of is het Ebbe? Ja, is Henna. Is Henna. En dit is een tijdelijke tattoo, als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt. Het laat zien een positieve uitwerking op ons lichaam. Het maakt het vrolijk, het maakt endorfine aan. Het laat de organen ook werken. En op een gegeven moment, ja, wat weet je niet beter dan dat je hele lichaam, je hele gestel eigenlijk beter van wordt. Iets verder over die ontmoeting. Nou, we zijn van verschillende vrouwen met hobby's en die proberen we dan aan een ander over te dragen, enthousiast te maken. Dus we maken een programma en dan gaan we. We hebben bijvoorbeeld bloemschikken, daar ben ik dan heel goed in. En dan doen we met Pasen en Kerst een stukje maken. We hebben iemand die kaarten allemaal materiaal heeft. En onder leiding gaan we dan verschillende soorten kaarten maken. We hebben iemand die met afval ontzettend leuke dingen kan maken. Die maakt prachtige kaarten. Oh, laat eens kijken. Heel mooi. Zelf geschilderd. Met gekleurde bijenwas. En aangezien ik van de Doe- en Ontmoetgroep ben, heb ik direct Eleonore erbij gehaald. En gevraagd of ze met mevrouw Ferber in contact wil treden. Voor zo'n workshop voor de Doe- en Ontmoetgroep. Zo, lijkt me een goed idee. En we doen het zo. En dat de Doe- en Ontmoetgroep jou uitnodigt voor een workshop. Cynthia, kan je heel kort iets vertellen over wat biografisch ouderschapscoaching is? Ja, biografisch ouderschapscoaching, dat is het coachen van mensen. Ik begin altijd gewoon bij het hier en nu. En als dat niet wil lukken, als dan de oplossing nog niet nabij is, dan ga ik naar iemand zijn biografie. En dan gaan we kijken, goh, wat is er nou in je leven gebeurd, wat nog steeds heel belangrijk voor jou is. En hoe kun je op een andere manier daarnaar gaan kijken, zodat datgene waar je nu tegenaan loopt, dat zich op gaat lossen. We gaan binnen!